Hallo jongens, meisjes, welkom weer bij deze nieuwe video van de Hunger Games. Welkom, welkom, welkom. Een chestplate, nice. Oké, mooi. En wat hebben we daar? Legging, nice. Oké, wat hebben we hier? Helemaal geen. Pak. Oh, eten, thanks. Oké, wegwezen. Hey. Welkom bij deze nieuwe video, jongens, van de Hunger Games. We doen het deze keer wel op de Play.cubecraft Game Server, omdat die andere server, de Hypixel server, namelijk fucked up veel lagged. En ik heb daar gewoon helemaal geen zin in, moet ik eerlijk zijn. De laatste tijd, de Hypixel server is hetzelfde als poep. Kom op, het is gewoon zo. De laatste tijd is dat gewoon zo. En volgens mij heb ik helemaal geen kit gekozen. Heb ik helemaal vergeten. En ben ik eigenlijk best fucked. Maar kijk, we gaan nog even wat chesten onderzoeken. Waardoor we eigenlijk wat zwaarden zouden moeten kunnen vinden. Als het goed is tenminste. Kijk, geen zwaard. Geen zwaard. Geen... Open. Appels. Thanks. Geen zwaard. Oké, niemand komt achter me aan of zo. Nee, oké, mooi. Daar ben ik blij om. Hier ook niks. Hier ook niks. Hier ook niks. Nice. Hier ook niks. Oké, we hebben helemaal niks meer in de chesten. Dat is best kut dat alles geleegd is. Ja, oké, alles is gelegd. En daarboven helemaal ook. Ja, oké, mooi. Echt prachtig, gewoon. Echt, daar ben ik echt gewoon zo blij mee, hè. Maar ja, dan moeten we natuurlijk gewoon op zoek naar andere chests hier in de server. Ik denk dat er... Oh, hier, ik zag geen chest. Zo, oké, die is al gelegd natuurlijk. Hey, dat is best wel logisch weer. Natuurlijk, iemand anders moet het legen, zoals altijd. Want ik zelf kan het nooit legen. Want ja, ik ben daar slecht in het legen van chesten. De anderen kunnen het beter ofzo, what the fuck. Maar wat de kut is aan de Hunger Games is dat je niks eraf kan hakken, ook niks kan maken. What the fuck, man. En je kan dus helemaal niks maken of wat dan ook. Dus dat is eigenlijk best wel kut. Stel je wil hier doorheen, je kan dit niet eraf hakken. Kan gewoon niet. Dat is kut in de Hunger Games. Dat is echt penis. Anders kon je ook gewoon dit eraf hakken en kon je wegwezen. Gewoon weg van de hele server. Gewoon ja, laat me gewoon met rust, weet je. Gewoon zeggen van laat me gewoon met rust. Even weg hier. Weet je, dat zou ik wel een keer willen doen, maar dat lukt ook niet, oké? Maar ja, wat we kunnen doen is... Oh, ik zie daar iemand, maar ik heb geen zwaard en dat is best wel kut. Dus wat kan ik doen? Wat kan ik doen als ik geen zwaard heb? Vrij weinig. Ik kan mezelf defenden, want ik heb armor, maar ik heb geen zwaard. Ja, ik twijfel, jongens, wat ik kan doen. Ik ga hier misschien een trappetje op. Ik weet niet. Oh, nee, dat kan ook niet. Ik dacht misschien dat het ergens verwijst naar een chest of zoiets. Ik heb geen idee. Het is mogelijk. Het is... Oh, daar is de chest. Maar die is 100% al gelegd, of niet zo? Of niemand komt achter me aan. Ja, die is zo gelegd. Alles is al een beetje gelegd. Want iedereen kent deze map, ik natuurlijk niet. Dus ze weten alle plekken. Oh, wacht, heb ik? Nee, ik heb hier nog niet in eerder gespeeld, denk ik. Hier nog chest die ook gelegd is. Ah, wat haat ik dit, jongens. Wat haat ik dit, oh mijn god. Even kijken. Links. Hier misschien iets. Nee. Ergens een verstopt chest of zoiets dat niemand eerder heeft kunnen vinden, behalve ik. En omdat ik de legendarische Tolhan ben. Nee. Nee, alweer niet. Nee. Oké, fuck mijn leven. Oké, kom op, we kunnen dit, man. Misschien dat er ergens hier op een boom of op de grond, ergens in de grond of zo. Ik weet het niet, man. Kom op, geef me een chest, jongens, geef het. Deathmatch begint over 7 minuten. Dus als we in die 7 minuten niet dood gaan, komen we in een of andere arena terecht waar we moeten vechten. Maar dat is ook niet cool, want stel je voor we komen in die arena zonder wapens. Dan zijn we best wel fucked, want dan gaat iedereen ons gewoon easy nakken. Gewoon easy, ta-ta-ta, bam, gewoon weg. Ta-ta-ta, bam, weg. En er zijn nog maar 5 survivors over. Dus dat is kut. Even kijken, we kunnen niet meer rennen, dus ik ga even wat shizzle eten. Dat is ook wat chill natuurlijk om te doen. Holy shit balls, oké. Zo, eten, mooi. Ik heb echt een nieuwe computer nodig, man. Ik heb lag, moet ik eerlijk zijn. Ik heb niet heel veel lag, maar ik heb wel lag. Even kijken, is deze chest ook gelegen? Ja, zoals altijd. Even kijken. Gaan we weer naar beneden toe? Hier heb je niks anders. Nee. Huh? Zag ik daar nou wat? Nee, oké. Dan gaan we weer naar beneden, jongens. Kom, hoppa. Naar beneden. Goed school. Oké. Als we maar geen surprise motherfucker actie krijgen. Dat er opeens iemand voor ons staat en wij helemaal doodgaan. Daar heb ik geen zin in. Hun wel natuurlijk. Daar hebben zij natuurlijk wel zin in om mensen te killen en om te winnen. Dat begrijp ik ook, weet je. Even kijken. Wat heb ik vandaag? Oké. Niemand die hier ook in zit? Nee. Wanneer begint een deathmatch überhaupt? Over 5 minuten, kutzooi. En als we in die 5 minuten niks vinden, ga ik janken. Ga ik gewoon in mijn bed janken. Even kijken. Misschien dat er... Kom op, er moet toch een oplossing zijn of zoiets. Oh, wacht, ik zie daar iemand, maar... Het is niet handig om naar hem toe te gaan, maar toch ga ik. Ik weet ook niet waarom. We kunnen een beetje sneaken hier. Hij is daar zo. En hoe is hij daar gekomen? Nee, dat is niet eens mogelijk, man. Vanaf hier is dat niet eens mogelijk. Door al die bomen die voor je staan. Fucking hell. Shitballs. 5 minuten, man. Kutzooi. Dat gaat echt sneller dan je denkt, jongens. En ik heb serieus nog steeds geen wapen. We hebben wel wat armor. Zag ik daar nou iemand? Ik ga gewoon naar... Oh, een eiland. Oh, daar zie ik een chest. Maar daar zijn al mensen geweest, zoals je ziet. Want daar zag ik ook nog wel wat mensen. Kijk, in de verte zie ik daar heel wat mensen eigenlijk. En ze zitten daar te teamen, als het goed is. Want ik zag ze gewoon naast elkaar en ze vielen elkaar niet aan. Dus dan is het best logisch dat ze aan het teamen zijn. Tenminste, daar ga ik van uit. Even kijken. Zo, naar die chest toe. Hoppa. Zo. Yo, oh. Ik heb eindelijk een zwaard.
Maar dit is niet eens een goede zwaard. Maar maakt niet uit. We hebben een zwaard. Kijk, zij zitten daar te teamen. Wat we kunnen doen. Moet even denken wat we kunnen doen. Ik heb serieus, werkelijk waar, geen idee. Als we slim... Oh, daar is ook nog iemand. Kunnen we hem aan? Ik heb geen idee, man. Ik denk dat we hem wel aan kunnen, maar ik twijfel gewoon ziek hard. Even kijken. Zo, zwemmen in het water is natuur. Even kijken. Zo, oppa, oppa. Volgens mij is hij hier ergens. Oh, daar. Oké, is hier anders een chest? Maar hij is hier geweest, dus dan had hij het al lang al moeten legen. Dus dan hoeven we niet eens te kijken, eigenlijk. Ik ga gewoon achter hem aan. Ik ga hem proberen te backrapen of zoiets. Ik weet niet. Oh, daar is nog een chest. Maar die heeft hij zeker alweer gelegd. Oh, daar komt hij. Kut, zo. Heeft hij nou serieus een diamond chestplate? Are you fucking serious? Hij heeft een diamond chestplate. Hij heeft een fucking diamond chestplate. Hoe de fuck kom je daaraan? Hoe de fuck kom je daaraan? Open. Open. Dankjewel. Dankjewel. Ik voel me nu zo OP. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik voel me nu zo OP. Oh mijn god. Niet me aanvallen. Oh mijn god. Ik heb net OP shit. Ik kan ook niet rennen. Wat de fuck gebeurt er met mijn toetsenbord? Ja, je moeder. What the fuck? Ik had serieus eindelijk wat goede shit. En dan komen die gasten. En dan probeer ik even aan te trekken. Want ja, ik ga toch sowieso dood. What the fuck gebeurt er dan? Ga ik dat is nog dood. Omdat ik niet kan rennen. Ik doe dubbel W de hele tijd. Ik kon nog wel rennen. Net nog wel. Ik doe dubbel W. Hij doet het niet. Waar slaat dat op? Oh mijn god. En als ik STL doe, is fucking Optifine. Dus ja, what the fuck. Dan kon ik echt vrij weinig gaan doen. En over 2 minuten was de deathmatch ook weer. En dan kon ik misschien nog een beetje ownen. Ook al hadden zij nog misschien net wat betere staf. Maar jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog. Abonneer voor meer video's. Tot dan. Brain damage.